Al jaren wil FIF een reactivering van de spoorlijn Nijmegen-Kleef. De maatschappelijke steun werd steeds breder en veel lokale partijen namen de plan op in hun partijprogramma's. Maar ondanks alle steun werd het project toch niet in het nieuwe coalitieakkoord opgenomen. Daarom richtte FIF de Nijmeegse Spoorwegmaatschappij op om de lijn alsnog deels in gebruik te kunnen nemen. Vanaf 2020 moet er daadwerkelijk gereden worden tussen Nijmegen en Groesbeek. En wij hebben gisteren kennis genomen van het nieuwe coalitieakkoord. We waren daar eerlijk gezegd wel echt in teleurgesteld. Van tevoren hebben we een lobby gevoerd natuurlijk om de spoorlijn Nijmegen-Kleef gereactiveerd te krijgen. In alle programma's is die opgenomen. Met heel veel enthousiasme eigenlijk. Er was eigenlijk één partij maar tegen, dat is het CDA in Bergendal geweest. En wat we dan zien is het toch echt gewoon teleurstellend dat er eigenlijk gewoon in Nijmegen geen woord over gesproken wordt. Duitsland wordt niet genoemd, Europa wordt niet genoemd. En dat stelt ons teleur. Maar we hebben ook zoiets van, we kunnen dan eigenlijk bij de pakken gaan neerzetten en het heeft geen effect geresulteerd. Maar nee, we kunnen ook gewoon het initiatief in eigen hand nemen. En dat is ook gewoon waarom we nu al met trots aankondigen dat wij gewoon van lobby naar zelf ondernemen gaan. En wij hebben de Nijmeegse Spoorwegmaatschappij opnieuw in het leven geroepen. We staan nu op de plek waar echt zo'n 15 jaar geleden nog een groot spoorwegemplacement lag. Tegenwoordig staat daar het ROC met duizenden leerlingen. De universiteit heeft zich onlangs ook uitgesproken voor deze spoorlijn. Die willen het heel graag. En daar zitten meer dan 20.000 studenten. En natuurlijk ook grote scholen zoals de Hogeschool Arnhem-Nijmegen en de Vakhogeschool in Kleef. Die zijn fervent voorstander van deze spoorlijn. Dit is ook mede voor ons de reden om het gewoon zelf te gaan doen. En we zijn ervan overtuigd dat als mensen een paar keer met ons met de NSM zijn meegegaan, dat deze vaker door de politiek zal worden opgepakt om alsnog uit te werken.